ja, wat ik altijd zeg is, ja, ik durfde niet te verliezen. En ja, in het wielrennen verlies je gewoon meer als dat je wint vaak. Ze is de wielersensatie van dit jaar. Maar naast die vele zegens, waaronder die unieke gele trui bij de Tour de France, overwon ze ook zichzelf. In één keer blokkeer ik mentaal van, oh, misschien kan ik het wel niet. Hoe heeft een seizoen vol twijfel en onzekerheid uiteindelijk geleid tot het beste seizoen ooit? Dit is het verhaal van Demi Vollering op weg naar Parijs. We zijn nu in het hotel voor het EK wegwielrennen. En we gaan straks een rondje verkennen. Even losfietsen en de Van Berg op. Is dat nog iets speciaals voor jou, dat je toch weer voor je land mag uitkomen? Ja, ja, dat is altijd heel speciaal en ook altijd wel een beetje gek natuurlijk. Want het hele jaar rij je eigenlijk met andere, met rensters, Nederlandse rensters waar je normaal concurrenten van bent. Toevallig heb ik dan Lorena en Misha, dat zijn hier ook mijn ploeggenoten nu. Maar die andere meiden ben je normaal dus eigenlijk je concurrenten mee. Dus dat is soms wel eens gek van het oranje shirtje. Maar ja, eigenlijk zodra je het oranje aantrekt, voel je je ook gewoon heel erg verbonden met elkaar. En heb je dus ook weer allemaal één en dezelfde goal. En ga je daar gewoon hartstikke hard voor. En wil je uiteindelijk gewoon die gouden plak voor je land behalen. Ja. En hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja. Het was natuurlijk echt een super, super mooi seizoen. Dus ja, ik ben echt heel tevreden over dit hele seizoen. En eigenlijk is mijn seizoen natuurlijk al meer als geslaagd. Dus ik zit er gewoon heel lekker in. Nog steeds best wel. En ik merk wel dat het nu echt einde seizoen gaat zijn, zeg maar. Dus ja, je merkt dat het lichaam gewoon wat langer nodig hebt om te herstellen. En ja, dat je sneller leeg raakt en zo. Maar ja, dat is gewoon heel normaal. Want het was een heftig seizoen. Ja. Intens seizoen, maar wel heel mooi. Ja, sowieso als ik aan afgelopen seizoen denk, dan denk ik natuurlijk als eerste aan de Tour de France. Dat was natuurlijk gewoon heel mooi. Dat ik die daar de overwinning kon pakken in het algemeen klassement. En op de Tourmalet natuurlijk. Dat is gewoon een hele mooie, beroemde beklimming. En ja, dat was gewoon een enorm mooie dag. En ja, dan natuurlijk denk ik ook altijd automatisch terug aan het drieluik. Waar ik de hattrick kon doen. Dat is natuurlijk heel speciaal. Dus dat is heel bijzonder. En vergeet ik bijna altijd dat ik ook nog eens Nederlands kampioen ben geworden. Ja. Ook omdat ik niet in mijn Nederlands kampioen trui mag koersen. Omdat ik de puntentrui heb. Dus dat is altijd een beetje gek. Dus altijd als ik ga trainen ben ik altijd heel blij. Want dan mag ik eindelijk die mooie rood-blauwe trui aan. Alleen in de wedstrijden dus helaas niet. Maar daarom vergeet ik het soms zelf wel eens. Oh, ja, dat vet. Toch wel. Je hebt er ook gewoon geen keuze, ze duwen gewoon in je hand. Ja. Iemand moet de laatste zijn. Ja, het is nog niet weg. Jij is nog gezond. Jij hebt de klein niet te rennen. Ja. Ja. Spintje hier naartoe. Vamos? 6 minuten is te laat. Let's go. 6 minuten, dat is niks. Dat is eigenlijk gewoon op tijd. Maar dat is op Spaanse tijden. Ja, vorig jaar zat ik natuurlijk heel vaak gewoon er tegenaan. Stond ik bijna altijd op het podium wel of misschien net niet. Alleen die overwinningen, die kwamen niet zo heel veel. Terwijl ik wel heel vaak op het podium stond. Vooral in de wedstrijden waar ik het echt op gemunt had. Dus vooral vorig jaar de voorjaarsklassieker, zeg maar. Wilde ik gewoon eentje heel graag een overwinning behalen. Maar omdat ik dat zo graag wilde, ging ik ook in de koers anders rijden. Dus ik was gewoon alleen maar bezig
ja, ik moet dit of ik moet dat. En dat hielp me niet zo in de wedstrijd. Je moet heel erg in het moment kunnen zijn van een koers en voelen van oké, dit is het moment om aan te vallen. Of nu moet ik een stapje extra zetten om er aan te blijven hangen voor straks. En ja, toen was ik vooral bezig met van oh, maar daar komt die beklimming. Dus daar moet ik wel een beetje voor overhouden. En ja, ik was veel te ver vooruit aan het denken. Ja, wat ik altijd zeg is, ja, ik durfde niet te verliezen. En ja, in het wielrennen verlies je gewoon meer als dat je wint vaak. En dat was dus wat vorig jaar een beetje ontbrak bij mij, dat ik niet durfde te verliezen om te kunnen winnen. En dat durf ik nu wel. Ik durf nu te verliezen om te kunnen winnen. Ik durf aan te vallen en ik durf dat risico te nemen dat ik er misschien wel helemaal doorheen zak daarna en dat ik verlies. Maar heel vaak heeft me dat juist gebracht dat ik daardoor kon winnen. Dus ik denk dat een van de mooiste dingen is die ik geleerd heb. En ja, verder ben ik ook gewoon een stuk rustiger geworden in de wedstrijden zelf. Dus ja, dat helpt me ook gewoon enorm veel. Dat ik gewoon veel meer in het moment kan koersen. Bijvoorbeeld vorig jaar na de voorjaarskoers, toen had ik het gewoon echt zoiets van ja, dom, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik lekker heb kunnen koersen. Nee. En ja, nu had ik ook met mezelf afgesproken, ik wil gewoon lekker koersen en gewoon het idee na de wedstrijd hebben dat ik alles gegeven heb. En dat, ja, dat ik gewoon aanvallend heb kunnen koersen en gewoon een mooie koers heb kunnen rijden. Dat ik in ieder geval de koers heb kunnen kleuren, nee. dan ben je altijd tevreden. En dat resultaat resulteerde nu heel vaak dat ik er ook vandoor ging met de winst. Ja. Omdat ik dus helemaal niet meer bezig was met winnen of verliezen. Ik was gewoon lekker bezig met wat ik het leukst vind. En dat is koersen en met mijn ploeggenoten samen zijn. En met hun samenwerken in de wedstrijd, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat is gewoon iets wat ik dit jaar nu veel beter onder controle heb. Dat ik veel meer in mezelf kan vertrouwen. En dat ik dus die rust gevonden heb. En ja, dat ik gewoon echt heel erg gefocust ben op mijn effort en mijn wedstrijd. En daarin heb je je ploeggenoten die jou er natuurlijk bij kunnen helpen. En ja, dat vind ik gewoon enorm mooi om met mijn ploeggenoten voor de wedstrijd al samen te zitten en plannetjes te bedenken. En ja, als die dan in de wedstrijd ook zo lopen, dan maakt het allemaal super mooi. En dat was bijvoorbeeld op de Tourmalet ook samen met Lotte, die bleef super lang aanhangen. En dat was ook ons plan. En ja, dat gaf mij gewoon zoveel kracht ook, dat zij gewoon er nog steeds zat. Dat vind ik gewoon enorm mooi om te zien dat je ploeggenoten er ook zitten voor jou natuurlijk. Ja. Dus maakt dat het ook veel mooier om een overwinning te pakken. Ja. Omdat je het niet alleen voor jezelf doet, je doet het ook voor je ploeggenoten en met je ploeggenoten. Ja. Dus dat vind ik gewoon altijd heel leuk. Als ze bijvoorbeeld al die meiden de hele wedstrijd keihard werken voor mij en ze zetten me af onderaan een klim en in één keer blokkeer ik mentaal van oh, misschien kan ik het wel niet of misschien is die klim wel te lang, misschien raak ik wel leeg. Ja, dan gaat het natuurlijk heel lastig worden en dan ga je het gewoon niet af kunnen maken als je zo gaat denken. Dus ja, mentaal moet je ook gewoon sterk in je schoenen staan. Want ja, je hebt wel gewoon een stuk of 6, 5 meiden achter je die de hele wedstrijd lang zichzelf uitmergelen. Ze alles controleren voor jou en dan moet je het ook nog wel af kunnen maken natuurlijk. Ja. Ik heb natuurlijk Tokio meegemaakt en dat was in de COVID-tijd. Ja, dus, dat vooral. Dat voelde meer als een kampioenschap, omdat toen zaten we gewoon in een groot hotel met alleen maar de wielrenners. Ja. Dus ik heb nooit het Olympische dorp of zo gezien. Dat is natuurlijk enorm jammer. Dus mijn ervaringen in de Olympische Spelen zijn eigenlijk niet echt zoals ze horen te zijn, denk ik. Nee. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel verhalen gehoord van bijvoorbeeld Anna van der Breggen, mijn coach nu. Die is natuurlijk ook die is Olympisch kampioen geweest.
hoe dat allemaal naartoe gaat op zo'n Olympische Spelen. En ja, ik hoorde dat voor Tokio ook wel van ja, alle ogen zijn op je gericht. En ja, dat merkte ik ook wel met de media en zo. Er is zoveel aandacht voor. En dat zou nu denk ik voor jou nog veel meer zijn dan toen. Ja, omdat zeker. Je nu echt de favoriete rol. En toen vond ik het al echt heel bizar. En ja, nu gaat het alleen nog maar weer meer zijn. Ja, als die Olympische Spelen dan is, dan wil je er gewoon natuurlijk goed in vorm staan. En helemaal klaar ervoor zijn. En dan is het natuurlijk enorm mooi als je daar ook weer voor je land iets moois kan doen. Wij spelen inmiddels 13 jaar samen, dus ja, binnen een jaartje sloeg de vonk over. Die vonk is al even weg nu, hè? Ja, we zijn gewoon getrouwd nu.